idee wat je komend weekend moet gaan doen? Nou, ik wel hoor. Kijk dit weekend. Welkom en supergoed dat je weer kijkt naar Kijk dit weekend. Het programma waarin ik je in 5 minuten vertel voor welke programma's je zaterdag en zondag overdag zeker thuis moet blijven. Niemand minder dan barbecue-koning Jeremy Vermolen en zijn zus Ellemieke Vermolen presenteren het nieuwe programma Baas Barbecue. Waar Jeremy zich meer zal toeleggen op een lekker stuk vlees, zal Ellemieke zich meer richten op het gezonde aspect. De kandidaten worden verrast en uitgedaagd om hun creativiteit te gebruiken. Wie wordt de barbecuebaas van 2018? Zondag om 17:30 barst de strijd los. Ja, ik hou van open vuur. Weet je, heel veel koeien, lekker eten, goed glas wijn. Glas wijn ken ik niet. Altijd op de tour in het buitenland, genieten van de bergen, het mooie landschap. RTL Autowereld laat je zien welke auto ideaal is voor deze trip in het buitenland. Voor de echte snelheidsduivels is het opletten geblazen. Wil je weten wat zijn rondetijd is? Kijk zaterdag om 11:30 op RTL 4. Voordat ik op zoek ga naar een mooie woning waar dit stel op hun oude dag heerlijk van kan gaan genieten, begin ik de dag voor de verandering met een yogales. Niet binnen, maar op de Veluwe. En na zo'n intensieve dag kan ik heerlijk genieten van een welverdiend drankje. In Trips & Travel gaan we op reis naar Israël, waar Daphne het mooie landschap van Tel Aviv gaat vloggen. Ook gaat Kevin langs bij Inge Ypenburg, je weet wel, Martine Hafkamp uit Goede Tijden, Slechte Tijden, om het uitgebreid te hebben over haar reiservaringen en de boeken die zij in het buitenland schrijft. Er zijn van die momenten en die moet je gewoon pakken. Die moet je jezelf even gewoon gunnen en heerlijk laten verwennen. Maar nou willen we jou natuurlijk ook in de watten leggen en daarom hebben wij iets leuks. Oh, Jeffrey, jeetje, dat ziet er al heerlijk uit. Leuk dat je er bent. Ja. Welkom. Dankjewel. Nou, je hebt het zonnetje meegenomen, want de zomer is officieel begonnen. Dus waar moeten we naartoe deze zomer? Wat moeten we doen? Ja, je moet je gewoon laten masseren. Ja, eigenlijk dat continu. Is het eigenlijk. Ja, het is ook wel grappig dat je dan dit fragment pakt. Ja. Dus ja, die jongen die wordt altijd gemasseerd, heeft het altijd relaxed. Zo lijkt het wel, maar ja, je gaat ook naar het buitenland. Nee, is het toch lekker? Ja, dit was op Schiphol. En het leuke is dat dat natuurlijk de plek is waar alle reizen beginnen. Naar alle mooie, gave, spannende landen. Dus het is wel de plek om inspiratie op te doen. Nou zeker. Waar gaan we dan naartoe, Kevin? Nou, wij hebben in Trips & Travel, wat in het weekend te zien is bij RTL 4, hebben wij professionele vloggers op pad gestuurd. Okay. Mm-hmm. En het leuke daarvan is dat die mensen natuurlijk gewoon door eigenlijk jou en mijn ogen zo'n reis vastleggen. Ja. En dan krijg je dus eigenlijk hele echte beelden te zien. Een hele andere manier van meekijken eigenlijk. Exact. Helemaal van deze tijd. En het leuke is dat die vloggers wel weten wat ze doen. Dus die laten gewoon hotspots zien. En in de uitzending van komend weekend bijvoorbeeld gaan we naar Tel Aviv. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Dus dat is leuk om te zien. Ja, leuk. Mm-hmm. Het leuke is dat we bijvoorbeeld ook Katja Schuurman hebben gehad. Die heeft een boek geschreven ook over haar reisverhalen. Ja, en die vertelt dan gewoon net even die kleine kneepjes die je eigenlijk normaal niet hoort of weet. Nee. En dat is leuk om te horen. Ja, die kleine pareltjes. Ja, precies. Mooi. Ja. En niet alleen Trips & Travel is dit weekend te zien. Er valt natuurlijk nog veel meer te genieten hier op RTL 4. Een meisjesdroom die uitkomt. Stephanie is helemaal afgereisd naar Noord-Italië, waar een van de grootste juwelenbeurzen plaatsvindt. Ben benieuwd wat er in haar koffer meegaat. Kijk zondag om 9:30 naar RTL 4. Deze week in RTL Vakantie Magazine draait het om Where to Have Fun. Arno neemt je mee naar het Duitse Sauerland, waar hij op een mountainbike door de bossen scheurt en op een camping met Nederlandse eigenaar zijn skills laat zien op de pumptrack. Sanne blijft in eigen land en laat je een grappige, maar ook slimme manier van vakantievieren zien. Vakantievieren in eigen land, dat kan natuurlijk ook. Ja, Trips & Travel komt op de meest mooie plekken natuurlijk. Je stuurt mensen naar de meest mooie plek. Maar ben je zelf nou van het vakantievieren in eigen land of toch die exotische plaatsen? Nou, ik moet zeggen, Trips & Travel was de afgelopen jaren ook heel veel in eigen land. Mm-hmm. Dus ik heb daardoor eigenlijk gezien dat je fantastisch vakantie kunt vieren in Nederland. Op campings, recreatieparken. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf toch wel geneigd ben om vaker naar het buitenland te gaan. Ja. Het is toch net even anders, hè? Ja, het is net even anders. Bedoel, en zeker als je dan zo'n programma doet en je ziet al die campings en recreatieparken. Superleuk, echt gewoon doen. Alleen als je dan op een gegeven moment dat gehad hebt, dan heb je zoiets van, oké, nu ga ik zelf weg. Ja, snap ik. Ja, en heb je nog een hotspot tip voor ons? Een echte Trips & Travel pareltje wat we moeten weten? Katja Schuurman vertelde ons eigenlijk hele mooie dingen. Maar wat ik heel leuk vind, is dat die vloggers zelf mochten bepalen, die we in de afleveringen gehad hebben, waar ze naartoe gingen. Uiteraard hebben we wel gekeken van, oké, zijn dat leuke bestemmingen? Ja, dus als je op RTL XL of onderlijn die dingen terugkijkt, dan kun je eigenlijk gewoon heel veel ideeën opdoen waar die vloggers heen geweest zijn. Ja. New York is natuurlijk altijd leuk. Heerlijk. Tel Aviv is dan een bestemming waar we naartoe geweest zijn. Nou, Inge Ypenburg heeft het over Sicilië, dus het gaat eigenlijk. Ja, het gaat kriskras door elkaar. Ja, precies. Vakantie vieren in eigen land, dat kan natuurlijk ook. Heerlijk. Kevin, dankjewel. Graag gedaan. Ja, en wil jij niks missen? Kijk dan dit weekend.